Voor het strakspannen van een ketting bij bekstrepweven of kaartweven gebruik je vaak de veterknoop. Met deze knoop kun je de ketting op spanning krijgen, maar de knoop valt er ook weer snel uit te halen, zodat je de band kunt opschuiven en geen verlies hebt van kettingmateriaal. In dit voorbeeld neem ik een kaartweefsel op een plank. Allereerst moet je ervoor zorgen dat de kaartjes aan elkaar vastzitten, want anders ben je én de volgorde én de positie van de kaarten kwijt. Dan trek je de ketting op spanning en je splitst de ketting in twee delen, ongeveer op de helft. Je hoeft het niet precies op de helft te doen, op het oog is genoeg. Dan heb je twee bundels die je strak trekt. En kijk nog even dat alle draden echt op spanning staan en dat er geen draden van de ene kaart onder de andere kaart doorlopen. Je legt de twee bundels aan het einde over dit houtje en je haalt beide bundels buitenom terug. Dan leg je er eerst een knoop in. En je ziet nu al dat de ketting strakker gaat staan. En dan leg je er een strik bovenop. En daarmee heb je je ketting gespannen. Wil je de ketting doorschuiven, trek je gewoon de strik eruit. Je schuift de band een stukje op. En je legt in het overgebleven kettinggedeelte weer een nieuwe veterknoop. Dit is een smalle band, dus ik heb nu maar één knoop nodig. Maar als je een brede band hebt, kun je ook meerdere bundels maken en dan leg je hier om dit stokje meerdere veterknopen.